Candlebacks was een tweemans band, dus we waren maar met twee, maar één van die twee stopte. En dan ben ik op zoek moeten gaan, want ik wou niet stoppen, want muziek maken is te veel fun. En dan ben ik op zoek moeten gaan naar andere leden, zoals... Zoals ik. Ja, en een drummer, dus vanaf heden zijn we met drie. Ja. Wat voor muziek maken jullie eigenlijk? Wij maken eigenlijk een soort rockmuziek. Maar er zitten invloeden in van blues en jazz en... beetje new wave. Jungle, beetje trance. Punk. Punk, surf, rock. Een beetje van alles, hè? Ja. Waar we zin in hebben, doen we, maar we proberen wel de sound een beetje te ballen. Zeer goed. Inspiratiebronnen. Ik probeer niet te veel beïnvloed te geraken, maar ik ben wel heel erg fan van bands die met weinig veel doen. Zoals Jack White bijvoorbeeld, of zoals The Kills, of de J.A.S. Die zijn daar ook vrij goed in. En daar haal ik wel inspiratie. En ik ben wel fan van Trixie Whitley en Melanie DiBiazzo. Krachtige vrouwen die het zelf doen, dus dat is fantastisch. Altijd een winnaar. Ja. Goh, onze laatste single, die hebben we opgenomen bij de Bangbuck Studios in Genk. En we hadden ons eigenlijk helemaal niet voorbereid op een opname. Dat was de week op voorhand is dat afgesproken geweest. En dus degene die onze opname deed, die was op een bepaald moment helemaal de draad kwijt. Die snapte er helemaal niks van. Ons nummer is heel simpel. En hij vroeg de hele tijd of dat er nog iets bij kwam of dat er... Of dat we daar nog iets mee gingen doen of zo, maar dat was heel simpel. Gewoon een gitaar, een drum en zang met... De fluit. Met vijf letters. Ja. Maar het is wel helemaal goed gekomen, want het is een super toffe single. Ja. Al zeggen wij het zelf. En hoe noemt hij het ook weer? A-E-I-O-U. De nieuwe single. De nieuwe single, ja.